In deze video hebben we de 7.500 abonnees bereikt, waarvoor dank. Dus kunnen we eindelijk beginnen aan het weggeven van deze gratis kralen. En hierop kregen we echt massaal veel reacties, zoals je kan zien. En deze reacties die doe ik eerst allemaal kopiëren naar een wordbestandje, voordat ik ze ga publiceren. Dus hier zie je het die wordbestandje met alle reacties. En hier publiceer ik ze. En dan zie je dat ze nu ook allemaal live staan. En dat betekent dus ook dat ik ze allemaal stuk voor stuk kan gaan liken. Dan zorg ik dat alle reacties uitgeprint worden. En als ze dan uitgeprint zijn, kan ik de YouTube ruimte in orde maken. Vervolgens pak ik nog één keer de winactie erbij. En dan zie je hier het doosje wat gevuld is zoals we het de vorige video achtergelaten hebben. Dan zie je hier alle uitgeprinte reacties. En die ga ik dus stuk voor stuk uitknippen. En als ik ze dan uitgeknipt heb, kunnen we beginnen. Je ziet dat ik hier echt een hele stapel van reacties heb. En die gaan we dus stuk voor stuk lezen. Ik zat eerst het doosje neer met de kranen die ja, gewonnen konden worden. En dan pak ik de reacties weer erbij. Laten we dan beginnen met aan de linkerkant reacties neerleggen waarvan al tutorials zijn, en aan de rechterkant. Nieuwe tutorial-ideeën. Uh, en we gaan dus de reacties stuk voor stuk bekijken. De allereerste is hoe je sleutelhanger maakt. Um, ja, we hebben natuurlijk al een tutorial van een sleutelhanger, dus die leg ik aan de linkerkant neer. Dan hebben we de volgende reactie en die wil graag een tutorial zien hoe je een maakt. Ook daar hebben we natuurlijk een uh, tutorial van. En ik zie dat je geabonneerd bent, waarvoor super, super, super dank. Um, ik zal trouwens die tutorial hier rechtsboven in beeld zetten. Dan gaan we door naar de volgende reactie. Um, en even kijken: een tutorial hoe je paasarmandjes maakt. Nu is natuurlijk paas al geweest, maar daar hebben we natuurlijk nog geen tutorial van. Dus die komt naar de rechterkant te liggen. Een pastelarmand. Nou, daar hebben we natuurlijk ook geen tutorial van. Dus ook naar de rechterkant. En ook voor jou, dankjewel voor het abonneren. Een bloemtutorial doen. Nou, daar hebben we natuurlijk ook al heel erg veel Tutorials van, allemaal verschillende. Ik zal ook die playlist hierboven in beeld zetten. Dan hebben we een reactie. Die wil graag een tube armband. Nou, ook van tube armbanden zal ik hierboven de playlist toevoegen. Een tutorial van lintarmbanden in combinatie met kralen. Hebben we niet echt. We hebben natuurlijk wel het Anne Fleur uh, DIY dingetje. Ik leg hem toch even aan de rechterkant neer. De volgende reactie. Bestellingen inpakken, kralen uitpakken en werkkamer laten zien. Nou, dat zijn eigenlijk alle behind the scenes video's. Um, dus daarom leg ik hem aan de linkerkant neer. En het is natuurlijk geen tutorial. Even kijken, een broekketting. Nou, dat hebben we niet. Superleuk idee, dus aan de rechterkant. Wat hebben we hier? Um, nou, hoe kralen geweven moeten of kunnen worden zonder weefbord? Goeie vraag. Leg ik aan de rechterkant neer. Rokkaai-armbandjes met twee of drie elastiekjes die in elkaar gewoven worden. Ik heb geen idee. Hebben we niet. Leggen we aan de rechterkant neer. Um, dan de volgende. En hij moet wel willen scherpstellen, ja. Oorbellen met gedroogde bloemen. Super leuk idee. Ja, ook dat hebben we nog niet. Dus ook die gaat aan de rechterkant. Um, ja, de hondjesballon tutorial. Die hebben we inderdaad al. Ik zet hem ook hierbovenaan in beeld. Daarin leggen we stap voor stap uit uh, hoe je hem kan maken. Een setje. Een strikje kan maken. Nou, die hebben we niet inderdaad. Aan de rechterkant. En ik hoort meteen, krijg er meteen kriebels van wat ik alles wil maken. Uh, kralenpen hebben we natuurlijk al een keer gedaan. Dus helaas, die gaat aan de linkerkant. Ik vind trouwens het hartje in je naam wel super leuk. Zaar de volgende. Even kijken: tutorial. Hoe je zo'n schuifknoop maakt. Nou, daar hebben we natuurlijk ook al een tutorial van op twee verschillende manieren. Uh, ik zou trouwens eentje hier bovenaan een beeld zetten en dan leg ik hem aan de linkerkant neer. Een ring van kralen. Dat hebben we inderdaad niet, dus die leg ik aan de rechterkant neer. Even kijken. Tutorial: oorbellen maken met kraaltjes. Nu hebben we natuurlijk al een aantal tutorials daarvan. Um, nou, ik, ik leg deze voor nu links neer. Even kijken. Sterretje maak voor armbandjes. Die leg ik aan de rechterkant neer. We hebben natuurlijk wel een sterretje, maar nooit voor armbandjes. Dankjewel voor de felicitaties. Even kijken wat met schelpkralen. Nu hebben we natuurlijk al een aantal, een video waarin we een schelpkralen armbandje maken. Dus helaas leg ik hem de linkerkant neer. Um, verschillende knopen om armbandjes af te werken. Ja, goede vraag. Dus die komt aan de rechterkant. Mm, Telefoonkoordje maakt. Nou, we hebben natuurlijk ook al een telefoonkoordjes tutorial. Dus helaas aan de linkerkant. Nou, mag ik, please? Als je een leuke reactie hebt met tutorial. Zo spannend. Inderdaad. Ook aan de linkerkant. Echt leuk. Nou, dankjewel. Maar ook links. Even kijken. Nou, grote fan. Dankjewel ook voor het abonneren. En bij deze dus ook een shout-out voor jou, Bobby Beats. Even kijken, maar ik zie hier niet een tutorial in, dus. En een linkerkant. Ik win nooit, dus het heeft geen zin. Wel leuk dat je geabonneerd bent. Uh, maar inderdaad, er was een tutorial-idee gevraagd, wat we nog niet hadden. Met franjes. En toevallig hebben we die zelf al gemaakt, zonder dat we jouw uh, reactie gezien hebben. Uh, ik zal me ook hierboven even in beeld bijzetten. De volgende hoe je hartjes kan maken en alles heel breed, maar dat hebben we niet. Dus aan de rechterkant dan hebben we nog eentje hoe je een armbandje maakt met koord. Oh, ik vind dit echt een superleuke reactie. Maar zoals ook in het begin lintarmbandjes hebben we natuurlijk al. Dus helaas sorry. En dan hebben we nog eentje en dat is Oorbellen of oorringen die van binnenuit gevuld worden met kraaltjes. Ik heb echt geen flauw idee wat je bedoelt. Uh, maar hebben we niet. Dus komt aan de rechterkant erbij. En wat ik dan ga doen, is. Uh, ik ga gewoon al die reacties. Sowieso links. Uh, vallen helaas af. Hebben we als. Um, dus sorry daarvoor. Maar dankjewel voor al jullie moeite en reacties. Uh, en daarom zorg ik ook dat er nu 20% korting in beeld komt voor vandaag en morgen. Dus de 8 en 29 april. En de reacties aan de rechterkant, die dus wel origineel zijn, uh, dat zijn er echt een heleboel. En dan ga ik echt niet persoonlijk uitkiezen. Dus ik ga ze gewoon allemaal dubbel vouwen. Uh, en dan ga ik grabbelen met mijn ogen dicht. Dus ik zorg nu dat ze allemaal dubbel gevouwd worden. Um, dan leg ik ze op de kralen neer. En dan ga ik ze hosselen. En dan er eentje uitkiezen met mijn ogen dicht. Waarvoor wij een ja, filmpje dan wel tutorial gaan maken. Dus hier zie je alle reacties opgevouwen. Ik ga echt gewoon ermee gooien. En ik, ben, ik weet echt niet wat ik het doen ben. Maar ik voel dat het niet goed gaat. En dan neem ik er eentje uit. En dat is dan. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet je dan zeker niet te abonneren op ons kanaal. En een like achter te laten onder deze video. Volgende week meer. Bedankt voor het kijken.